Tijdens het jaarlijkse vastelovenstreffen van de gemeente Sittard-Geleen op 20 januari reikte burgemeester Schraakoks het vastelovenshart uit aan Ben Erkens uit Geleen. Het vastelovenshart wordt toegekend aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk maakt voor de carnaval in onze stad. Hij is als adviseur verbonden aan het Limburgse Tiener Vastelovensleedjesconcours en ook is hij de onvolprezen muzikaalleider van de bekende Zaterharmonie Oetewijk. En hij is betrokken bij het Geleinse Vastelovensleedjesconcours, het Geleinse Kapellenconcours en Oetewijkmiddag. Verder maakt hij deel uit van de bekende Bertha-band. Overigens, wij geven ontzettend tijd voor aan onze burgemeester, de heer Schraakoks. Ik ben altijd nieuwsgierig dat ze gedaan hebben en ik moet zeggen, ten nood toe, ik ken de gros van de nu. En ook komt er eigenlijk door de Geleinse toch weer een aanmerking. Ik ken de gros van de nu, En ik zoek een opgelegeurig antwoord, de uitreiking van het Vastelovenshart 2016. En je kent hem allemaal. Je kent hem omdat hij in 78 een LVK gewonnen heeft. Met een liedje, dat kan ik plat. Ik denk, dat ken ik nog, ik heb nog herinnerd van toen, toen was ik een stuk jonger. In 82, ik heb nog het Limburgs in het archief gekregen van LVK, Mien Limburgs bloot. In 1990, ik denk in richting en in 2004 hebben ze hun talenten beschikbaar gesteld voor die mannen uit Born, die toen de Bosnische of Spanje vereniging, die toen in 2004 ook LVK gewonnen hebben. Daarna heeft hij heel veel liedjes geschreven, ook naar aangrappen, joh, heb ik verschillende uren op de radio. De persoonlijke verhaal is actief in vele fronten in de Geleense. Ik zit in de revues bijdrage geleden. Ik heb weer zijn talenten. Ik heb met onderwijs te maken om weer zijn euvel in te zetten. En ik denk dat ik kan er nog lang geheimzinnig over door. Maar ik suggereer Ben en Anita ergens naar voren willen hopen om hun vastelovenshart te overhandigen. En daarna ook, want muziek is toch het belangrijkste wat we in onze gemeente hebben. Proficiat!